Een lerares van het Pierson College in Den Bosch is op staande voet ontslagen, want ze zou erotische sms'jes hebben gestuurd naar de leerlingen. De directie heeft ouders van leerlingen met een brief geïnformeerd. De vrouw werkte als geschiedenisdocent op het Pierson College. Leerlingen waarschuwden de directie van de school over de pikante berichtjes van de lerares. Ik kreeg een melding van leerlingen dat een docent van onze school ongepaste communicatie, WhatsApp-berichtjes en sms-berichtjes naar de leerlingen had gestuurd. Wat vond u daarvan? We vonden het dusdanig ernstig dat we direct een onderzoek hebben ingesteld intern. En wat uit dat onderzoek kwam, was voor ons reden om afscheid van de docent te gaan nemen. Er is geschokt gereageerd op het Dominee Pierson College in Den Bosch, zowel onder docenten als onder de leerlingen. Ja, niet normaal eigenlijk. Is het goed dat ze ontslagen is? Ja, ik denk het wel. Het is wel beter voor de school. Ik vind het niet normaal dat een lerares, ja, ze moet eigenlijk toch een beetje professioneel kunnen gedragen op de school. En niet dan met de leerlingen op vlucht vlooien. Ja. Ik had het niet verwacht van haar. Het was wel een aardig. Het was eigenlijk gewoon wel een goede vrouw. Het was wel gewoon altijd aardig. Heel aardig. Ja. Snap, begreep de leerling zeg maar ook heel goed en zo. Ja. En één jongen vertelde mij wat er in het bewuste WhatsAppje stond. Er stond iets in de trant van: ik ga je zoenen van je hoofd tot je borst en daarna zal ik je pijpen. Het waren vele berichten en een groot deel daarvan was erotisch getint, seksueel van aard en absoluut niet passend. De berichtjes van de lerares werden door de leerlingen met elkaar gedeeld. Volgens de directie is het gebleven bij het versturen van seksueel getinte berichtjes. De lerares heeft geen seks gehad met de leerlingen. Er is geen sprake van handelingen, maar ook de communicatie vinden wij dusdanig ernstig. Dat kan niet vanuit een docent, vanuit een volwassene naar jongeren toe. En ik denk dat leerlingen en ouders erop mogen vertrouwen dat die veiligheid in school er is, dat dat niet voorkomt. De lerares kon meteen vertrekken. De school gaat binnenkort aangifte doen bij de politie.